Ja, lieve vrienden, ik heb Rijk al uitgelaten. Ze staan er met tuigje om. Want ik moest even heel snel naar het kleine kamertje doen. Nou, lieve vrienden, daar boven op de watertoren staat een vlag. Met een hart erin en handen erin. Samen zijn... Goedemiddag, lieve vrienden. Ja, het is vandaag alweer maandag, 6 april. En we leven om 13:49. Rebecca die zou vanmiddag komen, maar ik heb een appje gekregen van... Vind je het ook goed dat ik woensdag en vrijdag kom? Ja, mij ook beest. Ja, als ze maar komt. Ja, toch? En ik kan al die shit weer te drinken, althans te scheppen, zeg maar. En zo leuk gezin. Maar in ieder geval, het is prachtig mooi weer. Ik ga er vanmiddag op uit, maar hoe, weet ik nog niet. Nee. Ik neem Marijka mee en ja. Ik hou afstand van iedereen. Ze hoeven niet bij mij in mijn buurt te komen, dat wil ik niet hebben. We gaan eerst even een bakje doen en dan gaan we de hort op. Hé, Marijka? Ja, eerst even loopje doen. Langs de gracht. En dan pakken we de booster. Ja. Eventjes de booster, even de booster training houden met je. Ja, moet ze ook blijven doen. En daar is het dan mooi weer voor. Ja toch? Ja. En dan nemen we de koper mee op de booster. Niet om me heen, maar om de booster. Misschien dat ik het tuigje wel meeneem. Misschien dat ik die moet gebruiken. Ik weet het allemaal nog niet wat ik wil. Maar het komt allemaal wel goed. Voor nu zou ik zeggen, ik hou jullie op de hoogte en ja, het komt allemaal goed. Ze zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, ik heb Rijk al uitgelaten. Ze staan er met tuigje om. Want ik moest even heel snel naar het kleine kamertje doen. Ja, dat ik ga me nou weer klaarmaken en ik neem jullie natuurlijk ook mee. Zo de Copro, zo op deze, ik weet het nog niet, ik het allemaal moet hebben. En natuurlijk gaat Rijka mee. Ja, ja, ja. Zonder Rijka ga ik de deur nou niet uit. Nee. Ik hoef geen boodschappen te doen, dus we gaan er gewoon voor en waar naartoe. Neus achterna. Ja. En de rust. Ook dat. Ik wil niet in de drukte. Dat mag ook niet. En dat wil ik ook niet. Ik ga aan mezelf denken en aan mijn kleine meid daar. Althans, groot. Ja. Hele grote meid. Dus we gaan er lekker weer vandoor en geniet van alles wat jullie doen, maar ook wat wij doen. Tot later. Nou, lieve vrienden, daar boven op de watertoren staat een vlag. Met een hart erin en handen erin. Samen zijn wij sterk of staan we sterk. In ieder geval, daar komt het op neer. Ik kan het niet lezen, maar het is wel die vlag. Ik vind het schitterend. Samen zijn we één, samen zijn we sterk. We gaan er samen voor. Ja toch? Zo lieve vrienden, ik ben weer thuis en helemaal verwaaid. Want het is koud en ik had geen handschoenen mee. Althans, ik had er één mee, maar wel lekker aan één. Dus ja, ik heb het er niet aan gehad. Het is bewolkt geworden ook in die tussentijd. Er is regen op komst. Ik heb hoofdpijn, onweershoofdpijn, dat het lijkt alsof er inderdaad onweer in de lucht zit, maar ik weet het niet. Het kan ook ergens anders vallen hoor. Ja, net zo goed. Het is net zo goed ook met sneeuw. Ik kan ook sneeuw aanvoelen komen, maar dan hoeft het hier niet te vallen. Het kan elders vallen. Maar in ieder geval, we zijn weer thuis en lekker een bak koffie. En ja, die vlag, dat was dus een rode vlag. Met een witte hart erin, een randje gemaakt. En daar witte handen in, van die Facebook handen, weten jullie wel. En de tekst dat was niet te lezen, maar ik, ja, dat viel maar in, hè. Ja, samen zijn we sterk. Simpel. We gaan ervoor. Oh, het is koud. Echt. Vernikkel. Ja, schat. Wat is er? Miauw. Wat ben je dan? Ja, ik weet niet waar je bent. Oh, daar al. Ja, kom eens.
Hé, kom eens, schat. 1, 2. Hoppata. Hé, zo'n meisje. Oh, mijn meisje. Wat voor lekker dingen. Ja. Mwah. Hé, ja nou. Oh, zo lief. En ze is zo lekker zacht en zo lekker warm. Doe maar. Ja, dan heb ik even koffie lekker al klaar. Dan ga ik lekker voor genieten en even nog televisie kijken. En ik moet nog weer bellen, heb ik ook beloofd. Want we waren bij Mary voor de deur. Ja. Dus, ja, helemaal. Ze zei al, kom maar in. Nee. Op afstand. En ze hebben al zo'n alles op elkaar staan en dan moet je al, nee, oh god, nee, hoe ze dat binnen hebt, nee, niks voor mij. Ten eerste, ja, ik kan het niet uitleggen, nee, dat gaat niet. Ik krijg je niet voor elkaar, maar het staat een beetje op elkaar. Ja, en dat kan ik niet tegen. Maar oké, okay, ja, niet tegen, niet nu. Nee, niet met deze crisis die er nou is. En ik zit de boel een beetje goed te doen, maar dat wil ook allemaal niet. Nou ja, pech hoor, ik heb het gewoon koud. Ja, dus het moet eerst warm worden. Maar oké, ik vond die vlag gewoon super. Ik zag hem al uit de verte wel hangen, maar dan kun je de kleur niet zien. En dan is het gewoon grijs. En hoe dichter je bij komt, ja, dan wordt het rood. En ze hadden het al op Facebook over rood. En in een groep die niet van mij is. En ik denk, ja, rood, alleen een rood. Wat betekent de rode vlag? Er hangt de rode vlag bovenin de watertoren. Ja, oké. Maar hij is niet helemaal rood. Nee. Er zit dus het hart in met die handen. En dan, ja, die tekst erbij die erbij hoort. Dus. Maar oké, lieve vrienden, ik ga hier lekker verder aan de gang. En ik moet zo meteen ook natuurlijk weer een vlog in elkaar zetten. En we zien wel hoe en wat. We zeggen het tot later. Doei!